En ik heb eigenlijk de laatste tijd eigenlijk gemerkt dat ik veel haatreacties krijg. Dat er zogezegd een film over mij is geëxposed geweest. Ik weet niet wat jullie begrijpen uit exposed. Dat is eigenlijk een video die ik eigenlijk had gemaakt op mijn YouTube-kanaal. En die werd dan gepakt en in elkaar geplakt door een bepaalde mens die in de 40 is en samenleeft met een kat. Assalamu alaikum. Sarah Chernobyl heeft me aangepakt gisteren in een filmpje 7 minuten lang. Voor de mensen die niet weten wie Sarah Chernobyl is, dat is een meisje wat een kernramp heeft overleefd. Als jullie haar gezicht zien, dan begrijpen jullie precies wat ik bedoel. En in die 7 minuten was dit haar beste argument. Die man is in de 40 en leeft samen met een kat. Dat neem ik niet serieus. Oké, ten eerste, ik ben niet in de 40, daar ga je al de fout in, ik ben 33. En ten tweede, ja, ik leef samen met een kat. En weet je, het allerergste is dat ik nog liever met die kat samenwoon dan dat ik met iemand samenwoon zoals jij. Sowieso heb ik geen seks met dieren en heb ik het nu niet over dat ik geen seks heb met mijn kat, dat sowieso niet. Maar ik zou ook geen seks met jou kunnen hebben, omdat ik vind dat dat ook gewoon onder dierenseks valt. En daarnaast loop ik sowieso, los van het feit, kans op SOA en AIDS, ook nog kans op radioactieve straling. Ben toch niet gek?